We zijn aangekomen in Tossa de Mar. En Tossa de Mar, wat is er interessant aan? Daar staat een kasteeltje op de kliffen. Met een heel interessant stukje historiek. Luister maar. Het fort van Tossa de Mar, dat is toch wel een zeer interessant stuk historiek dat we daar kunnen tegenkomen. Hè? Want niet overal vinden wij zeer interessante stukken. Maar het fort van Tossa de Mar, ja, dat doemt toch wel een beetje op. Hè. Zeker, het geeft een zeer oude indruk, een zeer middeleeuwse indruk. Het fort zelf is gebouwd tussen de 12e en de 14e eeuw en had het doel de stad te gaan beschermen tegen eigenlijk vijandige invallen, hè, om eigenlijk de handel een beetje te kunnen beschermen. Nu, door de toename van de populatie in de 16e eeuw zien we dat eigenlijk meer en meer inwoners net buiten deze muren van het fort zich gingen vestigen, maar natuurlijk nog steeds zo kort mogelijk op het fort voor een inval. Vooral met de idyllische straatjes is het toch wel de moeite van een keer te bezoeken en uiteraard het prachtige strand net voor Tossa de Mar is toch wel een aanrader. We zijn terug in Saint-Félieu. Jawel, het zou wel zijn, dat was wel plezant. Hè. De golfslag is en de wind is flink aan het toenemen. Maar dat kan geen kwaad, want natuurlijk is het wat hevig tegen de oever. Dan gaat het wat verder de zee op. En dan surft je met de golven mee. Woe! Plezant, plezant. Dus kunnen deze houden op 2 km per liter. Hè. Fantastisch. Fantastisch machine deze boot. Dus voilà, we zijn terug. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben van een keer mee te gaan. Hier in Spanje. Ik ben hier ook een weekje op verlof. Dus ja, ik ben content van er even van tussenuit te kunnen. Want binnenkort starten we weer met alle opleidingen in augustus en in september. Dus hebben jullie interesse om een ervaringstocht mee te doen? Hè? Dat ervaring opdoen op de Schelde, de Tijrivier. We hebben prachtige tochten tegen toch wel een zeer goede prijzen om dan een keer allemaal te doen. Hè? Dus mensen die dat zeggen, maar ik heb maar een klein budget. Hè? Vanaf 100 euro kun je dan een ervaringstocht meedoen.
En ja, dat is eigenlijk navigeren, varen met een boot, alles erop en eraan, heel het proces. Samen een keer eigenlijk echt serieus gaan varen in een veilige omgeving, in een prachtig vaargebied. Dat is de moeite. Dus voilà, dat is het voor vandaag. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Ik zie jullie op het water en op zee. Vaar veilig.